Hier bij Meteo Group in Wageningen worden alle gegevens met betrekking tot het weer in kaart gebracht en bijgehouden. Reinier, hoe komen jullie aan die gegevens? Ja, dat is een allerlei meetgegevens, satellieten, radar, computerberekeningen, waarnemingen uit de hele wereld. Nou, dat komt allemaal in onze computercentra binnen en wordt verwerkt door alle mensen die hier zitten. Ja. Het wordt eigenlijk vermaakt tot echte weersverwachtingen. Nou, dit is jouw plekkie. Ja, dit is mijn plekkie. Hier gebeurt het allemaal. Onze studio. Ja. Ik wil weten, kan ik nou eens een keer gaan schaatsen? Ooit, in december. In december zelfs? Ja? Nou, dat zou wel lastig kunnen worden. Maar er zit zeker een maar aan. Kijk, dat de wereld opwarmt, dat kan ik je zo laten zien. Dat is zeker. 2014, de blauwe lijn, dat was het warmste jaar voor de wereld ooit gemeten. Oké. Nou, en die andere jaren, die zaten daar ook 2005, 2000. Maar het interessante is nou, 2015, de zwarte lijn. Oh jee joh. Zie je dat? Ja. Zit ver boven het recordschema van 2014. Ja. Oftewel, vorig jaar het warmste jaar ooit gemeten. En dit jaar weer. Maar ook wel heel fors nu opeens. Ja. De temperatuurstijging is dit jaar extra hard gegaan. Dat heeft een beetje ingewikkeld verhaal. Ook nog eens te maken met zoiets als El Niño. Verstoringen in de zeewatertemperatuur. Ja, okay. Maar één ding is zeker. Klimaatverandering is haarscherp in beeld te brengen. Ja, en is dat aan ons echt te wijten? Want vroeger had je de ijstijd. Toen is het ook warmer geworden. Toen vlogen we nog niet en toen reed jij nog niet met je dikke auto. Toen deden we niks. Nee, dat klopt. En toch is het 100% zeker dat die klimaatverandering waar we het nu over hebben, die we zien gebeuren, één op één veroorzaakt wordt door onze uitstoot van broeikasgassen. Dat kunnen we gewoon wetenschappelijk vastleggen, bewijzen. Dus ik zeg het wel zo. Kijk, dit is zo'n plaatje met de stijgende concentratie broeikasgassen. En ik zeg, klimaatverandering is toename broeikasgassen. Ja. Dit is een grafiekje, moet je eens kijken. Even uitleggen. Met dit ijsblok hier wordt in kubieke kilometer een beetje weergegeven hoeveel ijs er in 1979 was. Ja. Begin van de satellietwaarnemingen. Dit is 2015. Dus dit stukje over. Oh, jongens, dat is een derde van 36 jaar geleden. Zo snel verliezen we zeeijs op het Noordpoolgebied. En het gaat nog harder door. Ja, eigenlijk wel. Kijk, even wennen. Precies. Je moet even wennen als wijzen. Hoe ga je nou naar beneden? Ja, ik snap het ook al. Ja, je gaat te diep. Moet je naar achter? Oh ja. Ik heb het. Dus dan is het hier. Ja, dan is het daar. Ja, dat klopt. Dus hier zo. Hier zo is het straks. Maar dan zit je op de nullijn. Ja, maar dat kan in de zomer dus op een gegeven moment gaan gebeuren. En nou kan je natuurlijk zeggen, ja, zeeijs, ver van je bedshow, jammer voor de ijsberen. Ja. Maar dat is natuurlijk niet waar, want als het met zeeijs smelt, komt er geen water bij in de oceaan. Maar het ijs van Groenland, en dat is landijs, smelt in een vergelijkbaar tempo, dat komt er wel bij. Kortom, de zeespiegel gaat steeds harder stijgen. Ja. Het is serieus, het is 1 voor 12, 1 over 12. Maar we hebben de technologie en de kennis om eigenlijk af te spreken, yes we can. Ja. De wereldleiders die zijn nu bij elkaar bij de klimaattop in Parijs. Wat moet daar gebeuren? Veel. Heel veel. En zeker meer dan de vorige klimaattops die toch een beetje worden beschouwd achteraf als mislukt. Ja. De handen kwamen niet op elkaar om tot echte goede bindende internationale afspraken te komen. Dat moet nu echt anders. Dat moet nu gaan gebeuren. As we speak inderdaad op dit moment in Parijs. Gaan ze dat denk je ook doen? Is er nu meer in die hoofden dat ze doorgaan? Nou, voor een aantal wereldleiders is bekend dat ze het groene licht als het ware gezien hebben. Denk aan Barack Obama van Amerika. Ook de Chinese leider heeft inderdaad aangegeven dat er in Parijs goede afspraken moeten worden gemaakt. Want zo kan het niet langer. Zijn beide landen die ook de klappen van klimaatverandering inmiddels al hard moeten incasseren. Ja. Niet voor niks dat zij ermee komen. Maar ja, weet je, er zijn meer dan 100 landen. En hoe krijg je nou al die handtekeningen onder die verdragen? Ja. Dat is een hele lastige. En wat moet het precies worden? Waar moeten ze op inzetten? Het gaat dus om het terugdringen van de CO2-uitstoot. Dus alles moet erop gericht zijn om de CO2-uitstoot zo snel mogelijk maximaal aan banden te leggen. Zo min mogelijk uitstoten. Stimulerende maatregelen om over te stappen op andere vormen van energie. Dus niet meer op steenkool of petroleum, gas, et cetera, maar op duurzame energiebronnen. Ja. Wat gaan wij aan de tussentijd doen? Ja, goed, we begonnen met schaatsen en zo. Oh ja. Laten we niet vergeten om te genieten van de mooie dingen die dit zijn. Maar tegelijkertijd wel een duurzame keuze. Want je kunt wachten op Parijs of niet en wat de wereldleiders afspreken. Maar jij kunt ook dingen doen. Precies. Duurzaam rijden. Misschien andere dingen eten. En net wat minder vaak gaan skiën ergens in de bergen of zo. Dus dan wordt het toch weer yes we can. Yes we can.